Het was heel erg warm vandaag natuurlijk. En ik had er wel een beetje last van. Ik was niet, zoals je hoort, een beetje verkouden geweest van de week. En ik heb er niet... Het was niet mijn prettigste koers inderdaad. En hier zie je niet heel vaak dat er echt een hele grote groep bij elkaar zit. En dat is vandaag wel zo. Er werd wel heel erg hard gekoerst alleen. Ondanks het weer, denk ik, zijn er toch heel vaak groepjes teruggekomen. En bleef er een grote groep boven. Ja, ik ben op het slechtst mogelijke moment in de wedstrijd gevallen. En iemand reed in mijn achterwiel. Mm-hmm. En ik ga over mijn fiets heen en mijn voorwiel is gevleugeld. En ik kon niet verder. De neutrale motor die kwam met mijn achterwiel al. En toen moest hij teruglopen voor een voorwiel. En op dat moment dan weet je dat u eigenlijk de koers over is. In de breedte hebben we gewoon vandaag waren we niet goed genoeg. We hebben een aantal renners die het in het tussenstuk hadden moeten doen. En, daarop kom je tekort. Ja, vervolgens kom je kopman in feite ook tekort. Op de echte toppers. Nou ja, dan is dat gewoon een vaststelling. En dan ga je in principe ga je dat niet op één week wegwerken. Maar je weet wel, met een goede motivatie en met een goede spirit, dan kun je altijd ver komen in dit soort wedstrijden. Dus we hopen dat het een keer de positieve kant op gaat en dat we een goede uitslag kunnen rijden. Nee, ik was zelf niet heel erg goed op de Kwaremond. Ik draaide niet. Op sommige plekken draaide ik wel vooraan op, alleen sommige ook niet, waar het wel moest eigenlijk. En wat dat betreft heb ik wel geluk gehad dat we toen nog terugkwamen en dat we konden sprinten. En, niet dat het iets werd in die sprint, want ik voelde mij gewoon niet echt goed. Matty werd toch net buiten de top 10, denk ik. Dus op naar zondag. Wat neem je dan mee uit de E3 Harelbeke? Ja, dat ik heel goed ben. Dat ik in een koptroep zat na de Taaienberg en dat ik op het moment dat ik viel bij de eerste 10 zat en dat ik het een paar keer gecounterd had op de Kapelberg. Dat neem je toch wel mee. Daar moet je vertrouwen uit halen. Hè. En goed boos op jezelf en wie weet wat er dan gebeurt. Hè? Vooral op die keer van FDG was ik boos.